Een van de knapste functies in LibreOffice Writer is het samenwerken met meerdere personen aan eenzelfde document. LibreOffice heeft daar een aantal zeer handige functies voor om dit op een aangename en goed gecommuniceerde manier te laten verlopen. Dus ik ga vertrekken vanaf mijn gekende document, genk.odt. En je gaat zien, dit document is zo goed als kant-en-klaar. Stel dat ik dit document met meerdere personen wil gaan delen om hen ook eventueel wat schrijffouten te laten verbeteren, bijvoorbeeld, of wat inhoudsfouten zelfs te laten verbeteren, dan kan ik hen op een gemakkelijke manier een vraag stellen. Stel dat ik zeg, dit gedeelte hier, is dat voldoende? Nu, ik zou dat in een e-mailtje aan die persoon kunnen gaan vragen en zeggen, het gedeelte, wat is Genk, is dat voldoende voor jou? Maar het kan dus veel sneller binnen LibreOffice Writer. Ik ga je laten zien welke persoon ik nu ben, via extra opties, gebruikersgegevens, daar zie je dat mijn afkorting VEJ is binnen onze school. Dus ik ben VEJE en ik kan hier een opmerking bijvoegen. Dus ik klik in deze paragraaf en ik zeg invoegen, notitie, en je krijgt aan de rechterkant een kadertje, een soort post-it, waarin dat mijn afkorting staat en ook de datum en het uur vermeld wordt. Is dit voldoende? Vraagteken. En zo kunnen we het laten staan. We kunnen natuurlijk nog meer opmerkingen geven, bijvoorbeeld iets lager klikken en zeggen bij dit gedeelte, hier invoegen, notitie, is dit correct? Vraagteken. Nu kan ik dat document al gaan bewaren, want ik heb in wezen niets aan het document gewijzigd. Dus je gaat zien, hier, als ik een printvoorbeeld zou opvragen, dan ga je zien dat die opmerkingen niet in het printvoorbeeld opgenomen worden. Dus er is in principe aan het document zelf niets gewijzigd. Nu, hoe kan ik dat laten zien? Je kan dit document gaan doorsturen naar iemand anders. En hij of zij kan hier ook haar wijzigingen op gaan doen. Of zijn wijzigingen. Dus ik ga even doen alsof ik een andere persoon ben. Bijvoorbeeld de ICT-coördinator van de school, meneer Van Antwerpen. En die kan hier zeggen van, is dit voldoende, dit stukje tekst? Hij of zij ziet dit stukje tekst ook, die notitie. En hij zegt, Genk is een stad. Ja, mij lijkt dat wel voldoende. Dan kan die gerust hier ergens in klikken. Klikt hij voor dit kadertje, dan zal zijn commentaar boven mijn commentaar worden geplaatst. Klikt hij erna, dan wordt het commentaar erna geplaatst. Dus als ik hier zeg, invoegen, notitie, dan ga je zien, dit stukje tekst komt onder mijn stukje tekst en zeggen, ja, dat vraag ik me ook af. Stel dat we met een derde persoon aan het werken zijn, bijvoorbeeld mevrouw Migliore, zij krijgt het document als je het zou doorsturen naar haar. Zij heeft natuurlijk haar gegevens ingevuld in LibreOffice, drukt op OK en ze ziet, ah, hier staat al wat commentaar van twee mensen, is dit voldoende door meneer Veltjen? Ja, dat vraag ik me ook af door meneer Van Antwerpen. Zij kan gerust zeggen, in antwoord op meneer Van Antwerpen, ze drukt op het pijltje en ze zegt beantwoorden, bijvoorbeeld, ja, dat is voldoende. Zo. En je ziet, dit was beantwoord aan de reactie van meneer Van Antwerpen. Zij kan ook zelf natuurlijk nog een nieuwe reactie plaatsen. Invoegen notitie, een losstaande en zeggen, dit is prima. Maar zo kan je natuurlijk aan meerdere en andere soorten teksten werken. Dit is prima, je ziet het, de gebruiker krijgt een eigen kleur. Je gaat ook zien, als ik terug als meneer Veltjen ga antwoorden, dus ik stel dat ik nu terug op mijn computer aan het werken ben, en je zal zien, als ik nu weer bij mevrouw Migliore beantwoorden zou kiezen, dan sta ik terug in mijn eigen originele kleur. Dus ik kan dingen met elkaar gaan overleggen. Nu, wat dat je nog kan doen, is reacties gaan verwijderen. Dus via dat pijltje een notitie verwijderen en die ene notitie is weg. Jij kan ook de notities van een ander persoon gaan wijzigen. Dus je zou kunnen zeggen, dit is heel belangrijk. Ik ga dat vet cursief en onderlijnd zetten. Dit moet in het vet, zodat we er extra rekening mee houden. Je kan geen lettertypes en zo gaan veranderen, maar je kan toch wel iets beklemtonen. Je zou ook kunnen zeggen, via het pijltje, ik ga die persoon beantwoorden, dat hebben we reeds gedaan. Je kan de notitie gaan verwijderen. En je kan ook zeggen, de notities van mevrouw Migliore moeten allemaal verdwijnen uit dit document. Of je kan zeggen, alle notities moeten gewoon verwijderd worden. Nu, ik weet niet of de ongedaan functie dan gaat werken. We zullen het even proberen. Alle notities verwijderen. En we doen
ongedaan maken. Je gaat zien dat er stukjes pas ongedaan gemaakt worden. We gaan eens kijken, terug naar boven. Voilà, daar staan mijn reacties nog. Dus je kan toch ongedaan maken, ook al ben je met het commentaargedeelte bezig aan de rechterkant. Dus dit is al een manier om goed met elkaar samen te werken. Nu, stel dat die personen, we zullen even de notities verwijderen, stel dat die personen met dit document gaan werken. Ik ga nu eens kijken, ik ben zelf Veltjen. Oké, meneer Veltjen, wat ga ik controleren? Ik ga kijken naar bewerken, wijzigingen. We gaan dit document proberen, of in dit document proberen, alle wijzigingen bij te houden. Dus wat ga ik zeggen? Ik hoef mijn wijzigingen nog niet weer te geven. Ik ga gewoon zeggen, bewerken, wijzigingen bijhouden. Alles wat dat vanaf nu moet bijgehouden worden, alles wat gewijzigd wordt, moet bijgehouden worden in het document. Oké, stel dat ik zeg, dit is mijn versie. Ik ga die opslaan als Genk versie 1.0. Ik ga dit gewoon opslaan en ik zou dit zogezegd doorsturen naar meneer Van Antwerpen. Dus ik doe alsof ik meneer Van Antwerpen ben terug. Opties. Meneer Van Antwerpen. Oké. Stel dat meneer Van Antwerpen nu zegt, ga, ik vind dat daar het een en ander aan moet gewijzigd worden. Dan zou hij kunnen zeggen, ik ga iets pakken dat opvalt. Genk moet niet Genk zijn, maar Genk moet Hasselt zijn. Voilà. En bijvoorbeeld, niet het jaar 2000... maar 2001 kreeg hij de titel van stad. Wat gaan we nog zeggen? Stel dat meneer Van Antwerpen ook vindt dat deze regel niet meer moet toegepast worden, dan kan hij dat natuurlijk gaan verwijderen. Hij doet dat lijntje weg, zo. En hij vindt dit een beter document. Wat gaat hij doen? Hij gaat dat natuurlijk, hij mag dat opslaan onder dezelfde naam. Ik ga het duidelijk maken aan jullie dat ik ook kan zeggen, dit is een nieuwe versie. Versie 1.1. Opslaan. Zo. Stel dat ik nu opnieuw het document van meneer Van Antwerpen ontvang. Dan doe ik het document zogezegd bij mij thuis open. Dus ik ga mij terug aanpassen alsof ik op mijn computer thuis aan het werken was. En nu ga ik eens kijken via bewerken wijzigingen. En nu wil ik de wijzigingen weergeven. En je gaat zien, onmiddellijk komt dit lijntje terug. Dus in het sportcentrum is een zwembad gebouwd. Dat ga je zien als ik daar met de muis op ga staan. Dat is verwijderd door meneer Van Antwerpen op 2 januari 2013. Je ziet dat het aangeduid is. Je ziet ook aan de linkerkant een streepje staan. Dus er is aan dit gedeelte wat veranderd. Dus als ik nu naar boven scroll, dan zouden we ook de andere dingen moeten tegenkomen. Ik kan dit natuurlijk ook doen met meerdere personen. En iedere persoon krijgt zijn eigen kleur. Ook hier zie je, er is iets gewijzigd. Wat is er gewijzigd? Genk is verwijderd. En Hasselt is ingevoegd door meneer Van Antwerpen. Hier hetzelfde. Er is een stuk verwijderd. En ingevoegd is 2001. Ook hier zie je die rode streepjes van voor. Stel dat je die rode streepjes niet rood wil geven, maar een andere kleur. Dat zou je kunnen veranderen via extra opties. En dan zou je bij, dan moet ik eventjes zoeken, LibreOffice Writer, hier zit ik bij, bij wijzigingen, zou je kunnen bijvoorbeeld zeggen, de lijn aan de linkerkant moet niet rood zijn, maar moet lichtgroen zijn, misschien valt dat iets beter op. Je kan de kleuren gaan aanpassen van alle dingen die gewijzigd worden. Ik druk op OK en misschien is dit inderdaad nog iets duidelijker. Wat merk je nu eigenlijk? De wijziging, iedere wijziging die gebeurd wordt, wordt eigenlijk als een voorstel naar jou geformuleerd. Ik ben nu meneer Veltjen terug en ik zie dat meneer Van Antwerpen deze dingen gewijzigd had. Nu, goed, het enige wat ik eigenlijk nog moet doen is die dingen goedkeuren. Dus nu kan ik gaan kiezen, moet Genk hier wel degelijk veranderd worden in Hasselt? Moet 2000 wel degelijk veranderd worden in 2001? En dat kan ik gaan automatisch gaan goedkeuren. Dat doe ik via bewerken, wijzigingen. En dan ga ik kiezen of ik een wijziging wil accepteren of annuleren. Nu, in mijn geval zie je natuurlijk niet zo heel veel wijzigingen. Misschien is het interessant als ik er nog eentje bij doe van alleen mevrouw Migliore bijvoorbeeld. Stel dat ik dan opties. En ik ben op dit moment zogezegd mevrouw Migliore. Zo. En mevrouw Migliore gaat nog iets toevoegen bijvoorbeeld. Het is een goed leven in Genk. Voilà. En andere
clubs wil zijn met een hoofdletter en zo. Wat zie je hier? De kleuren enzovoorts worden automatisch weergegeven. De wijzigingen, waarom? Omdat ik nog bij bewerken wijzigingen nog altijd op weergeven heb staan. Dus als ik dit uitdoe, lijkt het alsof je er echt rechtstreeks aan het werk bent, maar ondertussen onthoudt hij iedere wijziging. Dus dit is bijvoorbeeld de versie van mevrouw Migliore. Dus zij zegt, opslaan als, we zitten niet meer aan versie 1.1, maar ondertussen aan versie 1.2. Ze gaat opslaan en dan gaan we het eventjes kijken. Stel dat ik het document terug ontvang van die twee personen en ik open het op mijn eigen computer. Dan gaan we eens kijken welke wijzigingen dat er allemaal geweest zijn. Wijzigingen weergeven. Ik zie in het groen dat clubs met een C geschreven wordt. Het is goed leven in Genk was toegevoegd. En dit was natuurlijk een gedeelte dat meneer van Antwerpen verwijderd had. Nu ga ik bijvoorbeeld de wijzigingen goedkeuren of afkeuren. Dus ik ga eventjes naar boven scrollen totdat we terug in dit stukje zitten. En dan ga ik kijken via bewerken, wijzigingen, accepteren of annuleren. En nu zie je al veel duidelijker wat een persoon gedaan heeft. Je ziet dat er meerdere auteurs geweest zijn. Mijn wijzigingen heb ik niet bijgehouden. Je ziet wanneer er iets ingevoegd werd. Je ziet wanneer er iets verwijderd werd. En door erop te klikken, springt hij automatisch in het document naar die plaats. Nu zou je ook kunnen zeggen, ik wil alleen filteren wat bijvoorbeeld auteur meneer van Antwerpen verwijderd heeft. Dus we kunnen zeggen, ik wil alleen zien wat auteur van Antwerpen verwijderd heeft. Je kan hier nog een datum of een opmerking aan meegeven. Ik druk nu terug op lijst en nu ga ik maar drie onderdelen zien. En nu zie ik alleen wat meneer van Antwerpen verwijderd heeft. Dus hij had Genk verwijderd. Als ik eens klik, dan zie ik hij had 2000 verwijderd. En hij had ook een regel in onze lijst verwijderd. Dus nu zou ik kunnen zeggen, ik zet die filter even terug af. Dan zie je in mijn lijst terug alles. En nu kan je eigenlijk één voor één wijzigingen accepteren of verwerpen. Dus als je zegt, de wijziging van meneer van Antwerpen, dat hij Genk wijzigde in Hasselt, wil ik niet goedkeuren. Dus ik druk op verwerpen. En je gaat zien, Genk is niet meer verwijderd. De invoeging van meneer van Antwerpen Hasselt vind ik niet meer goed, dus ik ga die verwerpen. En je gaat zien, de tekst is gewoon aangepast. Als je zegt beneden inderdaad, Genk verwierf de status van titel, de titel van stad, excuseer, in 2001 in plaats van 2000, dan zou ik dat nu kunnen perfect accepteren. Zo. Eens eventjes kijken of die ook wel degelijk doorgevoerd is. Ik scroll terug naar boven. En dan zou daar 2001 moeten staan. Genk verwierf de titel 2001. In 2001 de titel van de stad. Wil ik zeggen dat alle andere wijzigingen die dat die personen nog gedaan hebben, moeten doorgevoerd worden, dan kies ik alles accepteren. Zeg ik, er moet aan mijn tekst eigenlijk niets meer veranderd worden, dan kies ik natuurlijk alles verwerpen. Zo, en je gaat zien dat deze regel er helemaal terug staat. Ook al leek het alsof hij verwijderd was. En nu kan ik zeggen, nu is mijn definitieve versie klaar. We hebben er met drie personen aan gewijzigd. Genk, versie. En dan maken we niet meer 1.2 van, maar 2.0. Je zegt opslaan en je document is bewaard. Datzelfde werkt eigenlijk ook nog op een andere manier, lichtjes andere manier, als je niet wil gaan bijhouden welke wijzigingen allemaal gebeurd zijn. Dan kan je het ook heel eenvoudig bestanden met elkaar vergelijken. Dus stel dat ik zeg, ik kies mijn originele Genk-document en ik laat daardoor iemand anders wat aan wijzigen. Bijvoorbeeld Genk verander ik in Hasselt. En hier deze zin moet bijvoorbeeld weggedaan worden. En ik ga dit document bewaren. Genk aangepast. Zo. Ik zeg opslaan. Vanaf nu zou ik ook die twee documenten gewoon met elkaar kunnen vergelijken. Hoe doe ik dat? Ik ga naar bestand en ik open één van de twee documenten. Je kan natuurlijk je startdocument gaan kiezen. Ik kies mijn Genk origineel document en nu kies ik via bewerken document vergelijken. Dus hij vraagt natuurlijk met welk document wil je het gaan vergelijken. Ik kies voor Genk aangepast. Ik druk op openen. Hij gaat even de vergelijking met elkaar maken en hij geeft je opnieuw een wijziging of een wijzigingsoverzicht tussen de twee documenten. Er is iets ingevoegd door, ja, uiteraard ben ik het hier iedere keer zelf geweest. Er is een invoeging geweest. Genk is bijgekomen. Hasselt is verwijderd. En hier van onder, Genk verwierf in 2000 de titel van stad. Dat is toegekomen. Dat komt natuurlijk omdat ik
van achter naar voor aan het wijzigen ben geweest. Had ik het in de omgekeerde volgorde geopend, dan had hij natuurlijk ervan gemaakt dat Genk verwijderd was en Hasselt erbij gekomen was. Dus ik heb de twee documentjes met elkaar verwisseld. Goed, dit is een van de manieren waarop dat je met elkaar kan samenwerken met documenten in LibreOffice Writer.